What the fuck? Waar ben ik? Ik zit in een gevangenis. Hallo? Laat me eruit. Laat me eruit. Is er iemand? Hallo? Jimmy? Oh ja. Waar ben je? Ja, ik zit even op die wc, man. Gast, niet normaal hier. Ja, ik begin... We kunnen niet zulke. Maar Jimmy? Hey. Ja, hij heeft ons ontvoerd, man. Ja, we zijn genaaid. Hij heeft ons gewoon ontvoerd. Wat, waar ja. zijn we, man? Ik heb serieus. Geen idee. We hebben een hele basis... Jimmy. Had die harmonica uit je reet. Wie is dat? Wie doet dat? Ik heb net al mijn gasten eruit gegooid, man. Ik ben het niet. Wie doet dit? Oh, wacht. Oh, hier ligt nog iemand. Oh. Hier ligt een hele arme stakker. Hey, er ligt nog iemand op het. Hallo? Hallo? Leven is zo kut. Nee, Joost? Joost, wat mag je doen hier? Ik zit hier al jaren. Wat maken ze hier? Joost, hoe lang zit je... Wat? Wat? Hallo? Joost, hoe lang ben je hier al, man? Wat? Wat? Hallo? Hoe lang ben je hier al? Hallo? Ik hoor een bekende stem als vroeger. Ah, oh, Rudy. Joost, haal die mondharmonica uit je reet. Lekker. Hoe ben je terechtgekomen, Joost? Wat? Rudy, ik wist niet dat hier nog meer mensen waren. Rudy, ik heb je al jaren niet gezien, Rudy. Ik jou ook niet. De laatste keer dat ik jou zag, toen waren we nog lekker aan het arken. Ik zit hier al opgesloten. Elke dag ark, keer dat Joost. Ik heb geüpload op mijn YouTube kanaal. Wat had je toen gedaan? Ja, ik ging toen samen zweren met de Craftmaster om jou en Jamie te killen en kijk waar het me bracht. Nee, Joost. Je had beter kunnen weten, Joost. Joost! Wat? Oh shit, hij is hier. Hij is hier. Oh, daar heb je hem weer. Jammer, Craftmaster! Die moest in mijn cel, denk ik. Oh. Wat gebeurt er? Oh kut, nee! Jongens! Joost, hij heeft me knock-out! Joost, wat is er met jouw lichaam? Ik ben knock-out! Ik heb geen controle over mijn mond meer, dus ik doe nu de harmonica met mijn kont. Jongens, hij staat in mijn cel. Wat is hij aan het doen? Good tune. Hij kijkt naar zijn hand. Craftmaster, ga weg, man! We hebben je verslagen, Craftmaster! Craftmaster, nee! Voor me. Nee, Jamie! Hey! Joost! Hey! Wat ga jij? Ja, Neem me dan mee! Joost! Hallo? Joost! Neem me ook mee! Ik wil hieruit! Nee! Waarom blijf je achter? I see you on the other side, nee, man! Nee, neem me mee naar beneden! Ja, dan gaan we weer. Joost! Oh shit, ronde 6. Oh. Joost, I'll be back! I'll be back, Joost! Wat is dit? What the fuck is dit? Help! Help! Nee! Oh nee. Nee. Nee! Hij heeft ons meegenomen naar Aberration! Nee! Wacht. Oh, Rudy Lakker, level 101. Alles is intact. Maar ik heb alleen geen spullen meer. Oh nee, wat moet ik hier? Ja, nou heb ik helemaal niks! Deze man heeft gewoon nog shit in Aberration. En dat, oh nee. En Joost. Joost zit gevangen sinds zijn laatste keer Arkham. Wat zei hij? Oh man, we moeten Joost bevrijden, broeders. We moeten het doen. Bruh! Aberration! Ik weet niet hoe dit werkt, jongens. Oh nee, en al onze spullen. Maar dat betekent wel dat we gewoon een ACU hebben. Ark Connected Universe. Wat Marvel... Ik weet het niet. Oké, we moeten ons snel even in ieder geval herpakken. Wat kon je ook eens mee? In charge. Dit gaf licht. Nameless. Nameless. Boobdog. Handig. Bro, het is oprecht zo lang geleden dat ik Aberration voor het laatst heb gedaan. Ik weet het niet meer. Ik weet niet hoe het werkt. Ik weet dat er een donkere zon is. Dat is een Nameless. Daarvoor heb je die lampen nodig. Om daar niet genaaid te worden. En dat kan dus vanuit een glowtail van Boobdog. Dat was het. Oh man, maar we moeten... Ik hoorde nog iemand trouwens. Dacht ik. Heel zachtjes in die cel. En we moeten Joost gewoon echt uitbreken, man. Die man zit al veel te lang vast. Dat is de reden waarom hij geen ark meer doet. Verdomde Craftmaster heeft hem er toen bijgenaaid. Het voordeel is wel nu, jongens. Broeders, listen up. We back. We still in business. De Craftmaster heeft blijkbaar meer in petto dan we dachten. Maar het grote voordeel is, we zijn level 101. We zijn level 101. Dat betekent dat we echt zo goed als alle engrams hebben. En dat we dus goed kunnen beginnen. Wat ik wel even ga doen daarvoor, is even de Aberration tab in doen. Om te kijken wat... Oh ja, gems. Dat is heel belangrijk. Wat we nou echt moeten doen om verder te komen. Het belangrijkste is nu herpakken. Huisje bouwen, bed erin, gewoon gaan. Dat wordt nu het belangrijkste. Dus, even kijken, dat is weer boom hakken. Het is zo lang geleden altijd. Boom hakken, totdat we dat magische hout krijgen. Kom op. Give me the wood, man. Give me the wood. Kut Craftmaster. Hij had gewoon een hele gevangenis, hè. Ik ben nu echt benieuwd of die hier nog gewoon meer zit. Dit verklaart wel waarom hij altijd gewoon zoveel element had. Maar hij zit gewoon in andere werelden. Wie weet is het geen eens zijn enige wereld, weet je. Maar die man heeft gewoon overal zijn dingen zitten waarschijnlijk. Overal zijn Craftmaster juice verspreid. Oh man, dan moet ik even nadenken. Pickaxe moet ik hebben, toch? Stone, oké. Oké, pickaxe, hatchet, stone, alles.
flint. Yes. Oké, okay, check. We hebben de stone. Dan maken we dit ding. Hé, hey, paddenstoelen. Oh, haker. Pickaxe. Bam. Flint. Volgende stap. We hebben flint. Bam. Dan. Torch. Oh, die is niet reusable, toch? Nee, die moeten we even niet hebben. Nou ja, fuck it. Hatchet. Bam. Torch. Bam. Ik wil eigenlijk meteen hide armor, maar dat hebben we niet. Dus we doen maar even klof voordat we doodgaan aan de elementen. Oh, wat ga ik er leuk uitzien. Oh, zo'n knappe jongen. Ja, maar maat, dit is zo kut. Nu moet ik dus eigenlijk... Ik moet eigenlijk gewoon metal vinden, zo snel mogelijk. Maar er is dus een mogelijkheid en ik denk dat het misschien wel kan. Als we bij een pillar komen... Of misschien een... Oh, hoe heet dat ding ook alweer? Een tech transmitter maken. Dan kunnen we eventueel terug naar Scorch. Daar wat dino's halen. En onze spullen, onze explosieven. En dan de Craftmaster gewoon compleet. Finaalje van de map vegen. Dat is wat we kunnen doen. Joost bevrijden. Craftmaster vernietigen. Noem maar op. Bada bing, bada bom, zeg ik dan. Alright, what's next? We moeten pikes hebben. Nee, geen pike. Dat kunnen we niet maken. Ik ga helemaal back to basics. Hoe kun je zo zijn? Oh, niet. Oké, nu moeten we iets killen. Hoe gaan we snel... Oh, bola, 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 bola. Jezus, dan zit je zoveel endgame te spelen. En dan ben je het gewoon... Ark endgame. En dan ben je het gewoon vergeten. Ik hoor een dodo, man. Jij. Oh, heel veel dodo's. Oh, laken. Dit is oprecht nice. Dit is legit nice. Oké. Okay. Geef me al je hide. Oh, dit wordt easy. We gaan gewoon zo meteen al een bed maken. Dag. Hoppa. Yo, ik kan niet... Yo, kan ik mijn wyverns dan niet naar Aberration halen? Dat zou zo ziek zijn. Oké. Okay. Simple bed. Hide armor. Oh, ik hoop dat ik genoeg heb. Ja, en we gaan meteen een boog maken, jongens. Een boog. Yes. En dan ook arrows natuurlijk, maar ik weet niet hoeveel ik er kan maken. 28. Ik vind dat prima voor nu. Yo, lekker begin, man. Lekker begin. Oké, dan kunnen we meteen dit uitdoen. Hands. Shirt. Broekie. Mutsie. En die schoentjes. Lekker hoor. Oh, lekker. Kijk eens aan. Kijk hoe cool ik eruit zie. Ah, ik heb wel dit gastje bewust gemaakt op Scorch. En nu... Ja, nou ja, maar niet uit. Is helemaal prima. Ik moet wel echt een keer naar de kapper met dit gastje. Want ik had alleen maar mijn helm op. Oké. Okay. Lysterosaurus. Die. Alles voor de hide. Waar ben ik? Waar ben ik op de map ook? Oh, no. Hé, hey, dat is een direbeer. Daar moet ik wel even oppassen. Hé, hey, what the fuck? Waarom zijn mijn arrows gestopt? Is dat omdat ik heb geschoten? Oké, okay, direbeer, oppassen. Tenzij we kunnen temmen, maar daarvoor hebben we trink arrows nodig. En die heb ik niet. Ik denk ook niet dat het nu uitmaakt waar ik een hutje maak, jongens. Ik moet gewoon een hutje hebben. En zo snel mogelijk een reusable hoek. Ravagers zijn wel nice. Geen idee. Rolrad, ziek man. Ja, rolrad. Ja. Waar is dit? Dit is water. Zal ik bij het water gewoon? Oh, nee, je hebt daar kakinos, hè? Ah, man, bro. Moet even kijken. Ik ga wel een klein beetje verstopt zitten, maar wel vallend genoeg. Want ik ben Jamie nu ook gewoon kwijt, hè. De Anti-Craftmaster Alliance is uit elkaar. En waar is de G-Port of God, man? Nou, G-Port God is wel een multidimensioneel wezen. Is dat een woord? Hey, dit is... dit is gevaarlijk, denk ik. Nee, joh, een Shinehorn? Oh, ziek. Hoe tem je dit ook weer? Is dat gewoon Barry? Bro, ik wil een geit om mijn nek, man. Ik hoor dingen die... Taming food? Wat eet jij? Oh, oké. Ik weet niet wat een Sharnhorn eet. Val hem nou niet aan. Oh, nee. Oh, dit is een big anaconda. My anaconda don't... Pra! Waarom doet dit geen damage? Hallo? Jongens? Oh, nee. Ik wil mijn Sharnhorntje. Is dit paddenstoelen misschien? Is dat het? Ik krijg alleen maar fiber. Oké, we hebben mushrooms. Hoppa! Zit hier iets in? Nee, balen. Nou ja, hide. Laker. Oh, laker. Oh, heel veel hide. Top. Nou ja, prima. Oké, Shinehorn. Deze mushrooms? Ik heb geen idee, man. Het is zo lang geleden. Shinehorn. Oeh, dood. Geef maar je hide. Kom maar. Shinehorn. Ben je knocked? Oh, maar ik heb geen cake. Waar is dat ding heen? Ik weet gewoon dat ik een nachtlampje nodig heb, jongens. Dus zie... Nee joh, hij is toch niet dood? Hij rende je net nog. Oké, ik ben hem gewoon legit kwijt. Het geitje is mij ontkomen, broeders. Het geitje is mij ontkomen. Maar vrees niet. Er zijn meerdere geiten. Oké, wat is hier? Oh, nee. Wow, oké. Dat is insane. Dit is wel handig om te weten dat dit hier is. Ik kan ook beter niet te ver weg van dit wonen, zeg maar. Zodat ik het een beetje in stand kan houden. Als ik nog even een extra geit kan vinden. Zou mij een hele blije jongen maken. Geitje! Kut man, als de... Oh, de craftmaster heeft me ook gewoon echt in een put met ravagers of zo gegooid. Wat een maniak, jongen. Eerst ons opsluiten. Nee, eerst ons ontvoeren met zijn rockdrake. Meenemen. Opsluiten. En zijn Joost zit er al weet ik veel hoeveel jaar. En dan gewoon dat. Oh mijn god, man. Oké, ja, ik zie even geen interessante dino's waar ik iets aan zou kunnen hebben. Ik denk dat we maar gewoon oprecht moeten gaan focussen op een wooden base dan. Ja, ik kan beter meteen stone doen, man. Je gaat er niet om liegen. Laten we dat maar gewoon doen. Wat hebben we daarvoor nodig? Thatch, wood en natuurlijk heel veel stone. Ja, oké. Laten we maar gewoon zorgen dat we zoveel mogelijk krijgen. Ik ga niet heel snel met deze tools, maar ja. Het is niet... Ik wil heel graag mijn
Nee, Tony Dragon en alles overhuizen. Maar dat zit er nu niet in. Dan gaat het mooi niet worden. Maar misschien, als we heel snel zo'n ding vinden. Alleen, is Aberration niet heel lastig met pillars? Er zijn iets van bij dat die niet overal staan, zeg maar. Zoals in elke andere. Omdat dit onder de grond is. Ik weet het niet. Laat me er in ieder geval weten. Als je Aberration tips hebt voor mij, laat me ook sowieso weten. En jongens, je zou ook sowieso even moeten abonneren op dit kanaal. Kleine moeite. Ik help je er even aan herinneren. Dan support je het kanaal natuurlijk hard. We zitten over de 40.000 abonnees. Dat is lekker. Zou het tof zijn als we voor het eind van het jaar nog 60.000 kunnen halen. 100.000 zou helemaal ziek zijn. Maar ik wil wel gewoon realistisch blijven. Ik heb op het moment van opnemen nog steeds geen operatiedatum. Ik heb tegen iedereen gezegd dat het in september zou zijn. Dus ik ben ook gewoon boos op ziekenhuizen nu. Ik heb ze ook een bericht gestuurd met, hey, what the fuck. Ik zit letterlijk mijn hele leven hier half te leven en te pauzeren. You promised, man! Het is niet anders, jongens. Het is niet anders. Ik heb nog vet veel wood. Hoeveel thatch heb ik? 1200. Oké, sick. Maar goed, dan zijn jullie een beetje op de hoogte van wat er aan de hand is. Ik zou het ook enorm waarderen als je nog wilt supporten door rudy-shop.nl merch even te scoren. Oh, nou, dat was mijn bel. Top. Hoeveel heb ik er nu? Heb ik er 3 of 4? 3. Top. Hai, nou hebben we pauperveel steen nodig. Hé, hey. Oh wacht, dit kan gems. Hé, hey. Letterlijk toen ik het zei van, wacht eens even, dit kan gems droppen toch? Obsidian, dropt het ook metal? Vraagteken, uitroepteken. Ceiling. Stone ceiling. Yes. Stone man. En stone... Stone wall. Yes. Thank you. 1, 2... Oh, dat is maar 1. Hout. Oeh, blue gem! Glide of wingsuit of gliders, hoe heet dat ding? Dat is perfect. Oh, kristal is ook echt perfect. Hell yeah, gast. Kristal is echt perfect. Gewoon legit. En maar Peter, jij mag ook wel wezen. Jij bent ook perfect. Oké, dan heb ik er denk ik 4, hè. Yeah. Oh, joh, heb ik mijn 3 foundations? Dat klopt toch niet? Oh, nou, blijkbaar wel. Yo, geef me al die pakketjes. Pakketje. Ik moet nog even extra kristal vinden. Kan ik spyglassen? Oh, hier ligt nog meer. Boot, flint. Kom op, kristal. Oh, ik zag hier iets. Green gem. Blue gem. Pearl gem. Oh, ik ben echt een komiek, man. Oké, we hebben best wel wat gems. Maar niet, ja, te weinig kristal. Maar het is wel nice op zich. Ik ben wel tevreden. Oké, laatste foundation dan. Hoeveel ceilings hebben we nu? 4 en 4. Dan moeten we doorframes en walls hebben, man. We gaan lekker. We gaan lekker, jongens. We zijn bijna klaar. Ik denk dat ik maar vast ga bouwen. Ja, de plek oprecht, het boeit niet zoveel. Ik moet gewoon even overleven. Ik moet gewoon shelter hebben, man. Ik moet gewoon een kans maken. We moeten hier nu gewoon... We zijn helemaal in de grond getrapt. En er nog extra uitgedouwd als met de poot op een oude peuk of zo. We gaan gewoon voor die zieke comeback, man. Het liefst woon ik een beetje bij water. Alleen, ik dacht dat dit water was op de map. Maar dat is een afgrond. Ja, we kunnen richting het riviertje. Water is niet heel veilig volgens mij, want daar kunnen vaak spinos zitten en carkinos en noem maar op. Maar als ik gewoon een beetje weet waar het is, dan is het wel wat chill. Gewoon überhaupt bij bepaalde resources. Maar ik weet dus oprecht niet meer goed hoe Aberration werkt. Ik heb alleen nog vage herinneringen, weet je wel. Uiteindelijk was het ook dat elke andere map... Oh ja, die dingen! Hier kon je element craften, toch? Bulbdog. Oké, dit eet hij niet. Mechel dan? Dat eet hij ook niet. Deze dan. Nee, dit zijn de trankpaddenstoelen. Deze dan. Oh, aquatic mushroom. Hey, let's go, gast! Rudy Laker. Oh, Laker. Nou, ze hebben zitten nog in mijn tribe. Nee. Oh, hoe heet mijn tribe ook alweer eens? Mooie mannen? Ik weet het niet meer. Oh, Laker? Ik weet het niet meer. Ik heb geen flauw idee. Ik heb echt geen flauw idee hoe mijn tribe heet. Hey, maar ziek hoor. Wacht, en dan kon ik dit doen en dan clap? Juist! Let there be light. Hoppa. Oké, dus we moeten die aquatic mushrooms hebben. Oh, Balak is Shino niet kunnen temmen. Oh man, deze wereld is zo huge weer, joh. Doe normaal. Oké, access inventory. Wat is dit? Ja, element kun je craften. Blue gem, charge battery, congealed gas balls. Pff. Element ore. Doe normaal, gast. Hello, doodoo. Waar ga ik nu heen? Ik heb het idee dat we hier richting het water gaan. Het is wel meer in het licht, dus ik denk wel dat ik hier iets meer wil wonen. Alleen even oppassen dat er geen gevaar op de loer ligt. Ik zie wel een carno erachter al. Yo, dit is zo'n... Hoe werkt dit? Oh, valt dit mij aan? Ik weet niet hoe dit werkt. Kon ik dit nou gewoon plukken? Dat was iets mee. Oh, dit... Oh, hier zaten we volgens mij toen ook al mee te worstelen. Van, hoe werkte dit? Dit deed iets, maar ik weet niet meer wat. Dit was een plant X of Y of Z, weet ik veel. Oeh, oké, ik zie een rolrad. Volgens mij kon ik die temmen met gems. Maar ik zie ook Carkinos en Spino. Dus we willen hier zijn, maar we willen hier niet zijn. Is dat duidelijk? Want, Oeh, Ravagers. Maar we willen hier wel in de buurt zitten, zodat we die team kunnen proberen en alles. Alleen, dit is wel een gevaarlijk gebied, man. Ik ga niet liegen. I'm not gonna lie. This kind of dangerous, man. Ik ga denk ik wel mijn huisje hier neerzetten. Ik heb het idee dat we vanuit hier in ieder geval meer kunnen bereiken. Zo, lekker. Ik weet niet hoeveel walls ik nodig heb, man. Nou, in ieder geval nog iets meer. 5, wacht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oké, we zitten goed. Doorframepje erin. Met een door. Perfect. Boom, 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 boom. Bom. En het allerbelangrijkste, dit kunnen we niet maken. Een rampie. Lekker rampie patampie. Yes, broeders. Stone base, stone base. Hoppa, lekker. En dan kunnen we hier natuurlijk... Oh, smithy. Oh, als ik even nog een smithy kan regelen. Oh, please.
Metal Ingots 5. Oh, oké, okay, Forges. Forges, volgende stap. Die zijn wel Ravagers, dus ik moet oprecht een klein beetje oppassen. Yo, hoe temmen we... Nee, kut. Ja, ik wil veel te snel van stapel lopen, man. We moeten dus Mortar en Pestle nu fixen. Ik doe trouwens tip voor jullie als jullie nieuw hebben. Misschien hebben een paar van jullie Ark nieuw, want het was gratis op Epic Games. Ik weet niet of dat nog steeds zo is. Maar je kan dus de blueprint kun je slepen op je ding. En als je dan de knop inhoudt, dus 5 inhoudt in mijn geval, kan ik zien wat ik nodig heb. En de kracht op die manier. Dus ik moet nu vooral focussen op stone en... Ja, stone. Ja, oké. Okay. Wat hoorde ik? Oké, okay, Mortar en Pestle is gekraft. Yo, en wat dan ook meteen handig is, split all. Volgens mij zit er ook wel... Waar zit er een meat spoiler in? Ik weet eigenlijk helemaal niet. Oh ja, meat spoiler zit erin. Ah, maar die is duur, man. Bro, oké, okay, nevermind. Oké, okay, mijn tas zit nu vol. Dat is een probleem. En dat is ook een probleem. Ik denk ook even 2 vleesjes drop, of 3. Ook goed, zodat ik weer fatsoenlijk stone kan farmen. Nou, metal, kan ik me herinneren dat dat best lastig is. Zit dan niet in van die gekke stenen, of was dat weer een andere uitbreiding? Met van die blauwe lijnen erop of zo. Ik heb geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee. Ik maak in ieder geval gewoon even 3 forges. Oh ja, hij doet niks of zo. Doet iets? Of is het omdat mijn tas vol zit? Nou ja, anyway. Hier, hompa, dompa en hoppa. En dan moet er een pestel doen, even lekker... Daaro. Dan hebben we dus alleen helemaal niks. Gewoon saus. Gewoon niks om mee te... Oh, nee. Oh ja, we moeten even een large storage box. Tada! Let's go! Money! Money! Oh! Oh, kom op, kom eens. Oh! We got him, boys. Allemaal erin. Janken, hoppa. We zitten gewoon al gevestigd. Gewoon binnen 2 minuten heel aberration uitgespeeld. Ja, bijna. Ja, man. En dan wordt de volgende stap 100% even rolratje temmen of een ravager. Noem maar op. Weet nu niet hoe. Weet nu niet wat. Weet je niet waarom. But it's gotta happen, man. Sowieso alle paddenstoelen plukken. Ravagers zitten in packs, of niet? Oh, wacht. Hier zijn ook raptors. Oh, man. Dit is wel pittig. Ik moet ze eigenlijk wel killen. Ik kan hem ook temmen. Oh, ik moet een bola maken. Dat doe ik hier fout. Dat is wat hier fout gaat. Nee! Oh, die is 108. Oh, nee. Waar is hij nou? Oh, nee. Oh, nee. Ga nou dood. Ik weet niet waar ik op hit. Dat is 1. En dat is nummer 2. Nee, niet. Oké. Okay. Oh, bro. Hij is wild. Oh, hij is zo snel. Bro, kan je niet... Ik weet niet eens wanneer ik je hit. Fuck, steek hem. Oh, mijn bulbdog heeft hem gekild. Oké, okay, dit zou ik misschien wel willen temmen achteraf. Dit is een klein beetje balen. Ja, hij is dood. Hoe is het met mijn armor? Ja, die is aardig geit. Ja. Bulbdog? Hé, wat is dit? Hé, hey, explore note. Super vaag rugzakje. Vet obscuur. Oké. Okay. Rename. Main base. Oh, nee, dat wordt niet een main base play. Oh, een platform, dat kunnen we natuurlijk ook craften. Alles komt een beetje weer naar binnen nu. Arrow, hoeveel kan ik er craften? Ik wil er 100. Oké, dat vind ik aardig. Laker! Oh, laker, wat zit hierin? Oh, helemaal niks. Kom, spoil lekkers, man. Spoil. Kom. Ik fluister hier naar je. Spoil even. Doe even, kom op. Niet zo kut doen. Kom, als je nou, hoe lang nog? 1 minuut. 1 minuut 20. Oh, bro, kan ik even trankeros maken, man? Kunnen we even iets neerhandels hier? Maar meteen, knallen, hoppa. Geen gejank. Ik moet ook... Ja, wacht. Oké, okay, terwijl dat allemaal gebeurt, we gaan gewoon even metal zoeken, man. We moeten echt... Misschien hebben ze geluk. Hey, ik heb geen... Rudy, je hebt geen spullen. Doe normaal. Hier zitten spinos en carquinos. Hé, hey bro, waarom ben je... Dat is weer lamp aan, gast. Hier kunnen misschien, als ik geluk heb, van die ruwe metalstenen liggen. Zoals deze. Daar zijn ze. Maar dit is wel kut. Oh, had ik maar Aqua Affinity 6. Hoe werkt Minecraft? I don't know. Kom, geef me iets van... Juist! Dat is 20, daar ben ik blij mee. 20 ben ik blij mee. 20 is oprecht heel nice. Als we daar 100 van kunnen maken, ben ik helemaal klaar. Maar ik mag geen enkele keer aangevallen worden door een spino of carquinus, want dan ben ik de zak en is mijn... Oh, dat is ook kut. Ja, nee. Beel! Veiligheid boven alles, jongens. Wacht, die kunnen we wel kill of a chit in. En dus, CP! Haha! Hoho! Haha! Nee, waar zit je hoofd, man? Ik kan ook wel headshot doen op je, of hoe zit dit? Oh, je hebt me level 8, joh. Lager. Oba, chit in machine, man. Chit in machine. Chitin machine, hoep. Chitin machine, hoep. Oké, okay, jongens. Good news, everyone. Is dat een minuut? Nou, ja, 3, 2, 1. Voilà! Daar is het, 270. Oké, nou. Je kan op andere manieren kun je ook nog... ik heb dus niet heel veel narcoberries. Maar je kan dus met die en met die. Als het goed is, stelt dat als hetzelfde. Kun je daarin janken en dan doen we... De 11 maken, 11. Fantastisch. Nou, doen we even dat. En dan doen we hier even de andere 20 in. En het hout. Halt. Was mijn halt? Had ik niet. Ik fungalwood of zo in mijn tas. Nee, ook niet. Ja, oké. Okay. Ik heb wel halt. Dan zit hierin. Halt. Bob. Bam. Epic. Ja, we gaan lekker, jongens. We gaan heerlijk. Nou, weet je wat? Dan gaan we meteen even CP maken. Ik heb zo weinig. Ik ben zo scared, gast. Oké, okay, we gaan niet steen hakken totdat we metal tools hebben. Gaan we niet doen. Oh, ik hoef maar 1 smithy. Wat hebben we nodig? 3 metal ingots. Kom maar. 1, 2. Oké, okay, nu nog 3. Oké, okay, dan heb ik een ander plan. Durven dat, durven dit. Gaat net wat sneller. Verdelen, jongens. Verdeel en zij zou overwinnen. Of zoiets. Ja, nog eentje. Kom maar. Ja hoor. Dag.
Oké, lekker. En dan heb ik nog één briljant idee. Of ja, terwijl we bezig zijn. Want we hadden natuurlijk dat hele kekke maskertje. Ik ga deze even heel ongemakkelijk hier neerzetten. We hadden dat hele kekke scorchmaskertje. Maar dat zit dus, er zijn meerdere dingen. We hebben de tundra, we hebben de volcanic. Oh, dit zijn traps. Wacht. Primordial? Ja, oké. We hebben de troposfeer, we hebben de arid tribe, we hebben de... Dat weet ik niet. Volcanic tribe, we hebben de brine tribe, we hebben de tundra tribe, noem maar op. Maar we hebben ook de subterranean tribe. En die kan misschien een bonus geven voor aberration die handig is. Ik weet het niet zeker, ik weet niet welke bonus het geeft. Maar ik ben wel bereid om dat te testen, zeg maar. Daarvoor moet ik eerst even een bijl hebben. Bijltje. Oeh, doe eens even een bijl. Hatchet. Oh, laker. Doe maar één. Hoppa. Ja, dat meteen pickaxe natuurlijk. Ik bedoel nu toch. Oh, climbing picks, gast! Ja. Kan dat? Hoe duur is dat? 4 gems, 8 metal. Ja, metal heb ik nog niet. Hé, maar dit is top! Dit is top! Dag! Dag hoor! Heb je helemaal niemand nodig? Hoppa! En nog even steen farmen als een manus. Kut. Dat zijn heel veel eventjes. Oh, dit is vervelend. kan ik een laddertje maken, jongens? Ladder? Kan dat? Oké, dit vind ik epic. Dan moet ik even een hatchframe hebben. Kan dat? Ik denk het niet. Nee. Ja, deze wel. Ik kan niet springen nu. Ik ga die dingen gewoon even neersnipen. Als ik ze kan knocken, vind ik het helemaal prima. Maar oké, let op. We gaan even een snipe-toren maken hier, jongens. Dit is niet oké. Hoppa, bom. Kom op. Perfect. Alright, trank arrows. En een reusable bola. Laten we het even checken. Wat is de... Oh, het zijn er 4. Oh, dat is veel. Oké, dat is het. Oh, nee! Oh, dit is kut. Ik was even vergeten dat ze ook konden springen. Zijn ze nog achter me aan? Oké, die is gebolaat. Oh, nee. Waar zijn ze? Vuile ratten, jongen. Oh, hij valt mijn basis aan. Is hij alleen? Of 20? Dan voor 48. Oké. Jij gaat dood. Hé, hey, vuile rat. Je gaat gewoon neer, jongen. Laten we eerlijk zijn. Ah, ze zijn nu natuurlijk sterker omdat die anderen erbij zijn. Maar we gaan ze even zo op deze manier neersteken. Bola is wel bijna uitgewerkt. Maar ik ben ready. Pel, dankjewel, joh. Hoe lang heb ik die bola nog? Dan ga er gewoon voor. Ik weet dus niet hoeveel torpel die heeft. Hé, hey, je hebt een tasje. Kristal. Hé, hey, kom maar. Dank je, gast. Oké, daar was het dus. Oh. Ze kunnen bleeding doen. Oh nee, niet gnashen. Hij rent er doorheen, of niet? Ah! Kom op! Ah! Yes, oké, hij zit gebolen uit. Ik moet eigenlijk een club maken. Gaan we. Bob, 4, 5, bob. 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Hop, 3, 4. Hop, oh, hij is geen leader meer. 4, hop, 3, 4. Geslapen, 3, 4. Kom op, mijn pijlen, gast. Hij is bijna nok. Ga naar links, ga naar links dan. Hoppa. Dat is mijn... Ik heb nog één pijl. Oh, nee. Oké, knuppel. Oké, we hebben dat. Club. Als we deze meteen al kunnen fixen, jongen. Craftmaster. Craftmaster heeft een hele put des doods met deze shit. Craftmaster mag wel een kans. Dan ben ik aan het lullen, joh. Oh, dikke muziek. Ga slapen, zak! Ga slapen, kreng! Slaap! Slaap! Ja, je wordt hoe dan ook voor mij, gast. Hoe dan ook. Ah, oh, ik had een crossbow moeten maken. Maar ja, goed, ook even... Nee. Zo ga je niet doen. Zo ga je niet zijn. Nee, bro. Oh, zit hij vast? Nee, no, nee. Nee hoor. Kom op. Hij zit vast. Slaap lekker! Vuil, auw! Kut, aardbeving. Ga nou slapen, bro! Hoeveel torpor heb jij? Bro! Oh, beter vallen hier even kristals om me heen nu. Maar eerst met deze echt even nokken. Nee, mijn club! Oh, je gaat me niet vertellen dat ik niet genoeg heb om dit te reperen. Fiber en wood. Bro, hier heeft niemand tijd voor. Letterlijk niemand. Oh mijn god, ik heb geen wood. Oké, gaan we. Als je wil los. Oh nee, je mag niet die cliff af. Nee. Ik ben hier. Nee! Ja, ik val dan eigenlijk af door die aardbeving. Let maar op. Oh nee, welke was het nou? Nee, jongens. Nee. Oh nee, dit ga je niet meer. Oh, ik moet hier echt oppassen. Als ik hier in onder val, is het gewoon klaar. Hè? Dat is afgelopen. Maar is het afgelopen? Hij lijkt op die kleur, maar dat is hem niet. Ik denk dat hij hier in het hoekje staat. Ja, ik weet het gewoon niet, man. Maar dit is een laag level. Wacht, ik ga deze gewoon proberen te bolaen. Man, kom op. Wat gebeurt hier? Ga mijn bola. What the fuck, waarom lijkt dit? Is dat dan wel? Oké, ik ga gewoon naar beneden. Weet het wel? Ik moet echt torpor check hebben, man. Nee, je bent 36. Oh, nee, oh, kut. En wat was hij? 48, toch? Ik zit in een hoekje. Waar is hij? Oh, nee. Oeh! Oh, is dit erbij? Hoi. Oh, waarom doe ik dat? Waarom doe ik dat ook? Oh, dit is niet slim. Ik heb te lang niet meer mijn bijen gefukt. Het spijt me.
Het spijt me! Maar dan kan ik wel een beer temmen, toch? Oh mijn god, ik moet echt even weg. Oké, we gaan rennen. We kunnen niet rennen. Oh, kut. Maar dadelijk komt die beet. Oh, hij komt er ook bij, jongen. Oh nee. Die Ravager die komt er ook gewoon lekker bij. Snap je? Bij! Sorry. Laat me rust. Laat me leven. Oh, jullie zijn echt nog erger dan Minecraft. Oh, bro, dit is niet handig. Dit is, nee, dit ging weer allemaal beter in mijn hoofd. En nu heb ik honing voor niks. Saus. Oké, top. En wel, ik ga gewoon een crossbow maken. En een sikkel. Oh, niet genoeg metal ingots? Bro, hoezo niet genoeg? Ik heb hier nog 5. Ik heb... Oh, alles is al klaar. Of niet? Oh, nee. Ja! Nou, dat is vervelend. Spyglass. Hey, trouwens, kost 2 kristal. Oh mijn god, dat heb ik gewoon. Oh, ik had dat leven echt veel makkelijker kunnen maken. Hey, Alt G, GPS. Oh, dat wist ik helemaal niet. Spyglass, check. 1.5k torper. Oké, that's cute, man. Dudikerus 44. 2.9, that's cute, man. Ik heb geen idee waar al die andere Ravagers naartoe zijn. Ik denk ook een parachute gaan maken, man. Dat ding, dat miste ik net nogal hard. Yeah, man. Oh, daar. 48. Oh, hij moet nog 700 torpen. Ja, dat kunnen wij, jongens. Wat ga ik doen? Ik ga hem gewoon in mijn trap gooien. Oh ja, stop ook echt met lopen wanneer ik mijn ding gooi. Dat is misschien beter in mijn hoofd. Dan blijf stilstaan. Bro, ik schrok al. Oké. Deze gaan we gewoon even doodsnipen. Dat kunnen wij wel. Oh, die boog gaat heel snel kapot. Goeie hits. Oké, dit ging echt beter in mijn hoofd. Wat kom ik hier nou weer voor tekort? Wood en fiber, is dit een grap? Natuurlijk weer net allemaal opgeborgen. Yo bro, ik ga eigenlijk een rolrad hebben als dit nog lang duurt. Het is meer dat ik niet meer precies weet hoe. Oh, hij graft zichzelf in. Dan laat hij ook gems vallen, toch? Juist, ja. Oh nee, dan wordt hij boos. Fuck. Maar ik wil wel red gems. Dit is nu alleen een probleem. Dan komt hij nu boos achter me aan. Ik wil niet de rand afgebeukt worden, zeg maar. Dat is een beetje... Dus ik waardeer mezelf op de rand. Ik ben een op de rand persoon. We gaan gewoon lekker naar binnen. Kan ik dit aangezetten, die craft? Die en die. Oh, wat een bijna knockout, man. Kom op. We kunnen dit. Welk level ben jij? 116? Oh, ja. Oh, kut. Ja, nee, dit is een probleem. Ik heb een idee. Ik heb een plan. Ik weet niet waar mijn favoriete Ravager ooit ter wereld ooit is. Is hij nou echt mijn ramp aan het aanvallen? Nou, gast, we gaan er gewoon voor. Het boeit me even niet. Is dat hem? Nee, dat is hem niet. Is dat hem? Ja, dat is hem. Ik moet eigenlijk gewoon even een crossbow maken. En daarvoor moet ik een paar van die stenen choppen. Oké, dit ging beter in mijn hoofd ook weer. Pak me dan als je kan. Je kan me toch niet pakken. Ik heb mijn snel metal voordat hij hier is. Snel metal. Kom op. Oh, geen metal. Kom op, geef me metal. Metal. Iets van... Juist, ja. 40 metal. Top. Nog iets meer. 60 metal totaal. Hoppa, heel veel metal nu. Oké, top. Dit vind ik mooi. Kunnen kijken of we kunnen clubben, hoor. 3, 2, 1. Maar ik denk oprecht niet dat ik zoveel torpen kan doen met een club. Oké, het gaat redelijk. Wacht, het gaat redelijk. Het gaat oprecht redelijk. Ja, 1.3. Dat gaat hem niet worden, jongens. Dat gaat hem zo niet worden. Maar zijn torpen is nu wel actief. Dat is een voordeel. Oh, en nu ben ik de zak. Ja, nu ben ik echt complete shaak. Dag! Hij moet alleen niet wegrennen zometeen. Rat, laat mijn basis met rust, joh! Au! Oh, mijn god. Oké. Ja, broeders. Nu praten we. Hij moet me even met rust laten. Is dat hem? Juist. Oké. Bola. Check. Jump, check. Reusable parachute, check. Het ging beter in mijn hoofd. Oh, let's go. Yes. Yes. Unlimited potential. Unlimited power. Unlimited. Tranks door je hartjes. Oh nee, er zijn nog steeds meer. Oh, dit is oprecht niet heel chill. Maar dit is prima. Als ze gewoon allemaal vast komen te zitten. I'm a happy camper. Yeah. Zolang we jou maar gewoon knockout kunnen krijgen, maat. Nee. Ik ga nog niet nu rennen. Oké, dit is perfect. Ik ga maar gewoon hier slapen. Heb je nog vlees? Nee, heb ik natuurlijk... Oh, fuck it. Ja, ik heb het. Hoeveel vlees heb je nodig? Ik heb het niet. Oké, hij tamed. Oké, bitch. Huh? You wanna play rough? Huh? You wanna fuck with me? You're fucking with the best. Oké, I'm out of here. I'm out of here, man. Dan moet ik deze eigenlijk killen. Kom maar. Kom vechten vanuit het water dan. Kom maar, jongens. Kom maar. Oh, mijn lief hondje. Oh, nee. Juist, hier, speren jarses. Hier, in je Anoushka. Ja, mooi stekelvarken ben jij onder water, jammer. In het water kunnen ze niks, zie je? Stoppen ze er gewoon mee. Hoppa. Oh, wat een watje. Oh, dat is bij mijn team. Nog 2. Oh, nog één. Juist, hij is dood. Dan moet ik het zelf oppassen. Als mijn armen stuk gaan, ben ik wel echt de zak. Dit is de laag level, dit is de low level, dit kunnen we. Bro, ik nog niet mijn vlees op, gast. Oké, nou, prima. Oh, je hebt meer lef, jongen. Hier, bap. Je hebt ook wel een hele mooie kleur, maar ja. Ik zeg u, vaarwel. En dat was hij. Dat was de hele pack. We did it. En nu ga je lekker temmen. Ja, we hebben hem. Oh, dit vraagt om lichtjes. Kom hier, Ravager San. Ja, kom binnen. Te weinig fungalwood. Het is een grap. Oh, nee. Wacht even hier, Ravager San. Wacht even hier. Ja, welkom bij de familie. Wamam. Kan ik niet naar binnen? Denk ik niet. Oh, kan wel. Let's go!
Hoeders! We zijn gevestigd in Aberration. De Craftmaster gaat niet weten wat hij hier gaat krijgen. We hebben een scorch hem helemaal plat gewalst en dat gaat hier ook gewoon gebeuren. Maar ik moet eerst Jamie vinden. Dan moeten we Joost bevrijden. En de Craftmaster vinden. En ja, ik heb zin in de volgende. Tot dan.